Een vrouw lag in de spoedafdeling van het ziekenhuis nadat ze bewusteloos was binnengebracht als gevolg van een plotse pijn in haar schouder en borst. Het transport van haar afgelegen dorpje naar het ziekenhuis duurde 20 minuten en die tijd leek veel te lang voor het aneurysme waarbij een slagader was gesprongen. De dokters keken naar de hartmonitor op zoek naar een teken van leven, maar ze zagen enkel de platte lijn. Ze bedekten het lichaam en gingen de familie melden dat ze was overleden. Maar om een of andere reden had men vergeten de hartmonitor los te koppelen. Nu, binnen 10 minuten nadat de ambulance haar had meegenomen, had een goede vriend naar de kerk gebeld en begon een groep mensen die de vrouw kende voor haar te bidden. Er verstreken nog 15 minuten. Op het moment dat het gebed begon, liep er een arts langs het lichaam en merkte hij dat er een signaal op de hartmonitor te lezen was. Hij riep snel de anderen en uiteindelijk overleefde de vrouw het. Het aneurysme was gebarsten en het bloed liep in het hart en vertraagde zo de hartslag tot een dodelijk laag niveau. Maar wat zorgde ervoor dat de arts die er was, net daar op die monitor keek en net die ene slag opmerkte? Was het het gebed dat ervoor zorgde dat de dokter nog eventjes keek? Bidden is een eeuwenoude methode voor genezing. Er is al heel veel onderzoek naar gedaan. De meeste van die studies zijn anekdotisch of zijn te persoonlijk om echt te kunnen worden gebruikt. Veel te vaak kan een gebeurtenis als toeval worden afgedaan. Een opmerkelijke studie is echter naar het genezen van op afstand, van onbekende mensen. Bij die studie waren er mensen die het gebed ontvingen en die hadden geen idee dat er op dat moment een gebed naar hen werd gericht. En degene die het gebed verstuurde, kende de begunstigde patiënten niet. Een tweede groep met min of meer identieke klachten tussen de patiënten werd als controlegroep gebruikt. Er was een statistisch significant verschil in de tijd die nodig was voor genezing tussen de twee groepen. In de groep patiënten waarvoor werd gebeden, waren er meer mensen die volledig herstelden dan in de andere groep. Bidden is niet de enige methode waarbij welzijn wordt overgedragen. Er bestaan effectievere, meer gerichte en geconcentreerdere vormen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld Reiki, Quantum Touch, Qigong, Aura Cleansing en handoplegging. Al deze methoden gebruiken het overbrengen van energie of het opheffen van blokkages in de energiestroom. Terwijl de mensen met een religieuze achtergrond de healing door het bidden zien als een ingrijpen van God, doet het labelen van het fenomeen in termen van levensenergie daar geen afbreuk aan, maar is het gewoon meer gericht op het bestuderen van het mechanisme die erachter ligt. Quantum Touch is een moderne vorm van handoplegging waarbij de stroom van levensenergie van een persoon wordt gebruikt om de stroom bij een ander in balans te brengen. Door de stimulatie van de levensenergie is het vergelijkbaar met de genezingsmethode die door de yogis of in Qigong wordt toegepast. Het gebruikt de energie van de genezer die wordt versterkt door ademhalingsmethoden om energievelden rond de persoon tot stand te brengen die dan de levensenergie deblokkeren en synchroniseren. Reiki werkt ook met het opheffen van blokkages in de levensenergie van de betrokkenen. Het verschil is dat bij Reiki de healer geen energie inbrengt, maar het individu dat de behandeling ontvangt, de energie uit de healer haalt en meeneemt aan het proces. Aura cleansing is de eerste stap in aura healing. Het vereist niet per se de aanraking van de healer, maar kan gebeuren in zout water, in de zon of met behulp van een healer om de problemen in de aura op te heffen nadat de patiënt gegrond is. Genezers gebruiken vaak stenen in diverse kleuren om de chakras te deblokkeren en de doorstroming naar de belangrijkste chakras te verbeteren. Er is nog steeds relatief weinig onderzoek naar de voordelen van dit soort methoden, maar het feit dat ze allemaal werken met een vorm van energieoverdracht en over gebieden in heel de wereld voorkomen, spreekt boekdelen over het potentieel dat de mens heeft om mirakels te vervullen met de energie die hij in zich heeft. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is de auteur van het sensatiehandboek,
de verboden geheimen van persoonlijke en energetische ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven en is de stichter van de website www.sensatie.com. Een website die eraan gewijd is om jou eenvoudig aan te leren technieken te brengen om je evolutie te versnellen en tot nieuwe hoogtes te brengen. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van goede tips en adviezen.